Ja, backstage best is hier culinair best, dus je weet hoe we het doen. Vandaag zijn we bij de Amsterdam Coffee Festival. We gaan heel wat koffie drinken en genieten, dus kom maar mee voor de high van de café. Ik sta hier met een cake. Ik denk van ja, het is een koffiefestival. Wat doen we hier met cakejes? Lekkere muffin, hè? Bij een goede kop koffie hoort een lekker stukje gebak. Ah, vandaar een lekker stukje gebak. En wat? De beste Amerikaanse bakkerijproducten en hier in de vorm van een muffin. Oké, mag ik eentje proberen? Jazeker. Ja. Of course, man. Niet gelogen. Een hele goede muffin. Nou, doe het voor. Right? Bedankt. Alsjeblieft. We zijn nu bij de Tia Maria karretje. En voor mij is dit een van de lekkerste koffietjes die ik vandaag heb gedronken op het festival. En wat zit er eigenlijk in die koffie? Hoe maak je zo'n koffie eigenlijk? Hoe maak je zoiets? Ja. Dat is heel makkelijk. Dan heb je 1/3 deel melk nodig, 1/3 koffie en 1/3 Tia Maria in de blender met ijs. Klaar. En that's it. That's it. Yeah. Niks meer, niks minder. Mag ik even zo'n bekertje zien? Ik heb er zeker al 4 op of zo. Dit wordt de 5e. Helemaal lauw. Thanks. Backstage bastards. Tia Maria. En als mensen jullie willen vinden of jullie recept of zo, of wat, waar en kunnen ze... altijd gewoon via de site. Hij kan natuurlijk ook bij verschillende winkels en zo. Dus ja, komt goed, maar helemaal top. Hey, Tia Maria, man, de beste. Backstage bastards. We doen de koffiebonen in de koffiemolen. En die koffiemolen maalt de koffiebonen. Die gemalen koffiebonen. Nou, daar zetten wij een lekker bakkie van. Yes, backstage bastards. We're here at the Single Estate Barista. And this is my number one barista. He's gonna make me some special coffee. And talk a little bit about the bread. Nice fresh espresso. Yes. Which is this is a coffee from El Salvador. We imported it this season, the last season, and it's a lovely espresso. And we'd like to show it here on the Amsterdam Coffee Festival. A lot of people about from Amsterdam and around Holland and from other countries are visiting here and trying all good coffees. And there's something specialty about the Single Estate brand. We import coffees from different countries, a lot of Central American, and I would like to roast them fresh in our roastery and help our customers brew the coffees as good as possible. Okay, and you drink coffee like every hour or what? Almost. Oh. Yeah. I take a lot of coffees. Yeah. I'm gonna try the coffee and I wanna thank the barista for the nice moment. Okay. Cheers. Cheers. Backstage Bastards Hero, Era, represent, je weet zelf, culinair bastards. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het festival tof. Ik had het alleen groter verwacht. Ik heb veel koffie gedronken, een paar dingetjes gegeten. Maar nu is het tijd om verder te gaan. We hebben vandaag nog veel op de planning staan, weet je. Dus we gaan er van door. Toedels!